Jij luidt de noodklok. Wat is er aan de hand? Ja, we worden een beetje bijgeblaakt met een dode mus. En we zitten aan te hikken tegen de grootste potentiële bom onder de horeca. Met betrekking tot de NOW-regeling. Wat is er mis dan met die NOW-regeling? Ja, we zien de minister overal roepen dat je tot 90% vergoed krijgt van de loonsom die je hebt. Maar na simpel rekenen blijkt dat het gewoon verre van in de buurt komt van waar wij uitkomen. Ja, waar komt het dan in de buurt? Ja, wij hebben uitgerekend dat je op max 75% komt. En dat is dan in het allergunstigste geval. En ja, dat zit hem in de sociale lasten die anders berekend worden door het ministerie. En wat zijn dan de consequenties? Nou, de consequenties zijn heel simpel dat je straks aan gaat zitten hikken tussen een percentage die je moet gaan betalen als werkgever van tussen de 25% en 40% die je dus voor eigen rekening moet je voor eigen rekening gaan nemen. Ja, en dat is gewoon heel simpelweg niet te betalen als er geen euro binnenkomt. Ja, dan is het vet van de botten heel snel verdwenen. Maar minister Koolmees heeft gezegd van ja, tot 90%. Dus ja, in feite heeft hij niks verkeerds gezegd. Nee, maar hij roept het zo stellig van wij vergoeden tot 90% van de loonkosten. Maar het had eerlijker geweest als hij gezegd had, joh, het is tot in het gunstigste geval voor de horecasector blijkt het 75% te zijn waar we je blij mee kunnen maken. Dan had hij een eerlijk verhaal moeten vertellen. Maar heel veel ondernemers gaan nu rekenen met 90% vergoeding. Want die gaan af op de woorden van de minister die dat open en bloot overal roept. En ook aangeeft van wij als Nederlandse staat, wij gaan voor die 90%. Ja, maar dat is niet reëel. Het is echt het maximale, is echt 75%. En dat kan nog verder naar beneden gaan. Ja, en dan word je gewoon blij gemaakt met een dode mus. En zet je heel veel ondernemers op het verkeerde been. Het is niet zo dat de ondernemers gewoon beter moeten opletten? Nou ja, kijk, als een minister zo prominent op tv dit soort getallen aanhaalt en dit heeft in letterlijk elk media heeft dit gestaan en je komt er gewoon achter dat het niet klopt, het is gewoon niet waar. Ja, dan heb ik liever dat een minister dan zegt van joh, je krijgt 75% vergoed, maximaal, dan dat hij overal gaat roepen van ja, je komt tot 90%, want dat kan namelijk niet. En dan ben ik ook heel benieuwd, hoe legt hij het mij uit? Weet je, leg het ons uit hoe wij aan 90% kunnen komen. Ja, als wij zulke percentages van de loonsom op onze rekening moeten nemen, ja, dat kunnen wij gewoon niet betalen. Dat gaat zo hard. Ja, dit is gewoon rechtstreeks afsteven op faillissementen. Dit is gewoon, als dit niet aangepast wordt, dan worden er zulke bedragen gevraagd van ondernemers. Dat kunnen we gewoon niet betalen. En dan is op een gegeven moment de keuze waar je voor komt te staan, is van joh, trek ik zelf de stekker eruit of wordt het voor mij gedaan. Ja, en daarom ook deze noodklok. Je kunt dit niet vol blijven houden. Dit is dus niemand in Nederland die dit kan gaan betalen. Maar geldt dat voor de kleine, zwakkere broeders of geldt dat voor iedereen in de horeca? Nou ja, kijk, voor de zwakkere broeders, die hebben we sowieso. Hè. Dus daar komt de klap nog harder aan. Maar of je nou een klein bedrijf bent, maar zeker ook grote bedrijven. Kijk, de loonsommen bij grote bedrijven zijn ook iets van een iets andere orde dan bij een kleine bedrijf. Dus iedereen heeft hier last van. En zeker als je weet dus dat je moet minimaal 25% zelf gaan betalen van je loonsom. Ja, dan heb je het over bedragen. Die heeft niemand zo even op de bankrekening staan als er niks binnenkomt. Ja, dit is, ik noem het niet voor niets, de grootste potentiële bom onder de horeca. Omdat wij dit gewoon simpelweg niet... We willen het wel betalen, maar we kunnen het gewoon niet. En we worden geacht om iedereen in dienst te houden. Dat willen we ook nog best doen. Want anders worden we al gekort op die regeling. Dus er zijn zoveel haken en ogen aan dit verhaal. Dat we die noodklok niet voor niets luiden. We kunnen het gewoon niet betalen. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Nou, zo'n noodmaatregel die er is getroffen, die zijn vaak vloeibaar, hè? Hebben we al in de afgelopen weken kunnen ontdekken. Ja, niet staat eigenlijk vast. Wat zou nou de oplossing zijn? Ja, de oplossing is toch een stukje maatwerk. Ik heb er respect voor dat een ministerie dit in zo'n korte tijd uit de grond stampt. Echt waar, knap. Maar je zult echt met een beetje maatwerk moeten gaan schuiven. Want wij zijn nog niet eens zo heel erg seizoensgerelateerd. Maar de seizoensbedrijven gaan helemaal nat op deze constructie. Dus er zitten hier zoveel consequenties aan voor ondernemers dat je echt zult moeten gaan kijken naar een stukje maatwerk. Heb je er vertrouwen in dat het goed komt? Nou ja, ik hoop dat de boodschap aankomt. Kijk, en het is niet voor niets een noodklok. Hè. Ik bedoel, we gaan hier niet staan om te bedelen. We geven gewoon aan van, joh, dit is als horecasector gewoon voor ons de nekslag. Als dit blijft zoals het nu is.